Carwash Dodane blijft de beste carwash van het land. Dankzij voortdurende technologische innovatie krijgt jouw wagen de behandeling die hij verdient. Elke laatste woensdag van de maand verzamelen de hobbykoks van Kookclub Keukengeweld in de parochiezaal te Polaren. Ninof Media mocht niet alleen gaan kijken, er werd ook geproefd. Dicht bij ons staat Francis Praat. Francis, jij bent voorzitter van deze vereniging. Kun je die ons eens kort voorstellen, alstublieft? Wij koken elke maand één keer, de laatste woensdag van de maand. En elk lid doet dat zo met de inkopen. Zowel van het voorgerecht, hoofdschotel, dessert en de hapjes natuurlijk. Hè. Hoe lang bestaat de vereniging al? 17 jaar. Elke persoon dat de menu samenstelt, maakt een boekje ook. En de leden komen binnen en ze zeggen, ah, dat is boekje. En daaruit maken we dan onze menu klaar. Hè. Halen jullie een menu van het internet of hoe werken jullie? Of van tijd als we ergens iets gaan eten. Op restaurant, ja, dat op een bepaald niveau is, halen we dat dan uit en vragen we dan aan die chef wat en hoe dat gemaakt heeft, typen we dat uit. En hier in de kookclub is dat dan wel een goede avond af even dat te maken. He. En is dat met een beurtsysteem of is er één iemand die altijd de leiding neemt? Het is altijd een beurtsysteem. Ja. En wie is er vandaag? Hans, dat is vandaag het slachtoffer. Hans, jij bent vandaag de man die de menu heeft samengesteld. Kun je ons eens kort vertellen wat er te verorberen valt vanavond? Vandaag. Eerst hebben we hapjes. Dat gaat bestaan uit trostomaatjes. Die gaan gevuld worden met garnalen. Twee keer op een verschillende wijze bereid. Omdat het gewoon een hapje is om rechtstreeks in de mond te kunnen steken. Dan gaan we ook een tataki van zalm hebben. Dat is een beetje een gemarineerde zalm. Op oosterse wijze klaargemaakt. Met de structuur van komkommers erbij. En dan als hoofdgerecht gaan we... ook nog een stukje tarbot. Dat gaat klaargemaakt worden bij het voorgerecht. Maar Francis heeft daar de verrassing in petto, want dat staat niet in de menu. En als hoofdgerecht is de klassieke saumonière dat we gaan klaarmaken. Omdat ik was gisteren aan de kust. En het was het moment eigenlijk om de lekkere tongen mee te brengen. Aangezien dat ze hier veel goedkoper zijn dan hier. En tenslotte maken we een dessert klaar, daar ben ik aan bezig. Een verse fruitsla met een vers bolletje gedraaid ijs en eventueel nog een sabayon erbij. Bepaal jij dan ook wie het voorgerecht maakt, wie de hoofdschotel, of bepalen jullie dan door elkaar? Nee, niet noodzakelijk eigenlijk. Iedereen is vrij in die keuze. Er wordt hier binnengekomen en overlegd wie gaat wat maken en iedereen kiest daar gerechten uit die hij graag wil klaarmaken. Maar degene die de menu uitschrijft moet wel de boodschappen doen en zorgen dat alle ingrediënten aanwezig zijn. En vormen jullie een soort van clubkas of zeggen jullie van, wij verdelen gewoon? Ja, dus wij storten om de zoveel tijd geld allemaal samen, altijd hetzelfde bedrag op een rekening. En van die rekening worden eigenlijk al de boodschappen betaald. Is dit het enige deel van de menu die jij vandaag voor uw rekening neemt of zit uw taak wel iets ruimer dan dat? Straks kan er nog iets bij zijn, geen enkel probleem. Bijvoorbeeld de tafeldekken, dat moet ook gebeuren. Ja, iedereen eet zijn token. Ondertussen al een keer beginnen aan de afwas, maar dat varieert van keer tot keer eigenlijk al. Ja, dus, dat kan zelfs zijn dat hij soms niet, echt niet aan het vuur moet staan, maar dat je een voorbereiding hebt met groentjes snijden en noem maar op. Het is dus niet zo dat dat strikt vooraf afgeleid wordt? Nee, dat is ieder. Je komt binnen en je bekijkt het menu, want dat is voor iedereen een surprise. Degene die de menu gemaakt heeft, weet wat dat met eten krijgt en de rest niet over het algemeen. En dan kijkt hij en zegt van, ik zal ik met dat beginnen of is dat goed? Want degene die de menu maakt is dan op dat moment zo gezegd de chef. En durf je ook met de ervaring die jullie nu al opgebouwd hebben door de jaren heen, durf je ook zeggen van, sommige restaurants, dat niveau, dat kunnen wij toch ook wel aan? Ik denk dat wel, dat men ermee mee kan, zeker en vast. Maar dat blijven altijd beroepsmensen ook toch. Wat is nu de vereiste om lid te worden van Keukengeweld? Kunnen koken, hè. Moet je een bepaald minimum kunnen? Hè? Of is het voldoende dat ik alleen een ei kan bakken, kan ik dan bij jullie lid worden? Dat ook. Maar we helpen iedereen, hè.
Zijn jullie op zoek naar mensen die jullie nog willen vervoegen? Graag. Ja. Hierbij dus een oproep. Absoluut. Francis, we zijn hier aan het volgende bord bezig. Kun je een keer kort vertellen wat er hier op het bord ligt? Ja, een stukje een tarbot met fijne brunoise van rondjes en dat bestaan uit witte selder, shallot, wit en rood, rode ajuin en dan diverse kruiden. Daarmee doe je wat je wilt. Hans, jij bent een beetje de bezieler van de inhoud van vanavond. Je hebt al eens geproefd. Wat vind je ervan? Heel lekker, heel lekker. Maar ja, Francis kookt al jaren nog voor mij, is hij daarmee begonnen. Dus die kan perfect goed koken. Hè. Dus dat mag ik niet zeggen. Het is een gerechtje dat van hem komt. En ik vind het supergoed eigenlijk. Maar ik denk dat je ook kunt inschatten. Ik bedoel, je hebt de menu samengesteld. Dat je ongeveer weet waar dat je naartoe wil. Ja, altijd. Allee, dat is de bedoeling. Het is daarom ook. We proberen volgens het seizoen een beetje te koken. Je weet op voorhand, je hebt al iets in je hoofd en dat moet eigenlijk uitgeschreven worden en uitgewerkt worden. En dan kunnen wij dat klaarmaken dan. Hè. Rick, uw mening graag? Ja, dat is lekker altijd. Het zijn altijd kleine verrassingsjes. Meer kan ik er eigenlijk niet op zeggen. Een voorrechtje die smaakt en die aanzet om thuis ook te maken, eigenlijk.